dan gaan we gelijk even washi-washi. Zuigen-zuigen. Mensen, car, schoen maken. Best breakfast ever. Die wel goed zat. Let's discuss on going home and crying. Ah, no. Nog steeds een van de betere aankopen in mijn leven. Goedemorgen. Het is vandaag 4 maart. Het is Birdie's verjaardag en geheel ongepland. Niet over nagedacht. Ik kom dus de mukbang vandaag online met haar. En iedereen feliciteert haar. En ik vind het zo leuk. Ik wou dat ik het expres had gedaan, maar dat heb ik niet gedaan. In ieder geval, ze zit in Rome. Ze is wel gewoon gegaan, ondanks het coronavirus. En ze hebben het heel erg leuk. En weet je, ondertussen loop je in Nederland ook gevaar. Dus wat dat betreft, zoals je ziet, is hij op de bank in slaap gevallen. En daar ligt hij nog steeds. Ver, ver in de lorem. Terwijl het is 10:30. En ik werd echt wakker rond 9:30. En toen dacht ik, nou, ja, wat zal ik doen? Ik denk, ja, ik hoor nog niks. Even kijken, hij ligt nog te slapen. Nou, ik blijf nog even in bed. En nu dacht ik, het is 11:00. Misschien wordt hij wel wakker als ik eruit ga. Dus ook niet. Maar ik heb hier nog wat was die ik eventjes moet opruimen. En dan ga ik er maar beginnen opmaken, aankleden. We hebben vandaag een kleine planning met dingen die gedaan moeten worden. Allerbelangrijkste broeken voor hem kopen. Want hij heeft dus echt letterlijk maar 2 broeken. Nou ja, hij heeft er 4. Maar 1 zit er heel grote gaten in dat je letterlijk zijn hele bovenbeen ziet. En die andere die heeft hij met werk aangehad en er zitten vetvlekken in. En die draagt hij nog gewoon. En die 2 die moeten eigenlijk gewoon weg. Dus dan heeft hij er maar 2. Dus we gaan even op zoek naar goede mannenbroeken. En daar ben ik helemaal niet in thuis. Dus dat wordt nog lachen. Ik kreeg een berichtje van Jurieke dat ze nu bij de Xenos dit stoeltje hebben voor katten. En dat is toch helemaal het einde. Hou op met me. Dit heb je zo nodig in je leven. Maar ik ging hem dus opzoeken. En hij kost dus 80 euro. En denk ik, ja, 80 euro. En als deze kleine schattige poes er nou niet ingaat. Als hij denkt, ja, leuk stoel, maar niet voor mij. Hij heeft 80 euro uitgegeven. Het interesseert hem sowieso maar bar weinig, of wel? Hallo? Nee, het is heel, heel interessant wat er allemaal gebeurt. Fietsers. Oeh, fietsersteiger. Dus ja, top idee. Maar kan het iets goedkoper? Kan hij ook 50 euro of zo? Dan zou ik er nog over nadenken. Maar 80? Maar het is zo cute. Ze hebben dan ook precies zo'n prachtige witte kat erin gezet natuurlijk. Look who waked up. Waked up? Is that good English? Who woke up? So, sorry. Ah, you threw him on the couch like, I don't want you anymore. Wij krijgen een nieuw laagje verf om de deur. En gisteren gingen ze om 8:00 ochtends de deur schuren. Dus toen vond ik ze niet meer aardig. Maar ik ben benieuwd, het zal wel gewoon weer rood worden toch? En ze hebben de hele hal schoongemaakt. Met een hoge drukspuit. Dus het ruikt hier heel fris. Wij gaan even richting de autowasstraat. Want ja, ik heb het kattengrind wel geprobeerd een beetje op te ruimen. Maar met stoffer en blik kom je niet zo ver. En ik heb dus geen stroompunt bij mijn huis beneden in de gang of zo in de hal. Dus dan gaan we gelijk even washi-washi. Zuigen-zuigen. Mensen, car, schoen maken. People, we're gonna clean the car. Schoenmaken? Wat is schoenmaken? Schoonmaken. Yes. Yes, it was perfect. Nice, she's Dutch. No, but you said schoenmaken. A little bit. And schoen is shoe. So I was like, what? No, it was, you did a great job. Thank you. Dus die, ja, dat kattengrind moet er wel echt even uit. Kan echt niet. Daarna gaan we het pakketje van mijn vader op de bus doen. Die heeft een bestelling voor een chocoladebedrijfje die ik eventjes alleen weg hoef te brengen. Alles is verder al gedaan. Die zit er nog steeds lekker in Zwitserland. Jaloers. Maar de zon schijnt, dus ik ben niet jaloers. Want in Nederland is het lente. Lente? Lente. Het is in Easter. Easter is in lente, ja. Ja, oké. Mooi. It's spring. When? Is now. It started already? Mm-hmm. Ah, I feel it. Ik voel de zon in mijn I think face. Not only meteorologisch. Hoe zeg je dat? Meteorological or whatever. Yeah. Not the official spring. I think that's the 21st. Ah. But it's okay. I can live with this now. Yeah.
I saw the sun. You know how it feels again. Jeans tijd. Blue one? You always wear black. Exactly. But for work you need black, right? I already have like 3 or 4 black pants. Okay. This is long sizes? I have no idea. Just try, because this looks amazing. I always have 38, 40. Yeah, but this is jean size. Whoa, they're huge. Yeah, but you have a 32. The last what? Number is this the length. This is moeilijk in Engels. He tried the blue. It's warm. He really tried, but it didn't work out. Ze waren niet voor elkaar weggelegd. Maar we have pants. We have pants in Holland. De eerste 10 waren allemaal te lang en uiteindelijk bij de Zara vonden we er eentje die wel goed zat. It's this close on going home and crying. Ah, no. We have small Holland guys, you know. Kibbeling tijd. Best breakfast ever. I know. Dutch people are smart. They just fry everything. En frosties. Nu zagen we bij een winkel, een soort snoepwinkel, en die wil die graag. This is just normal cornflakes. And there's sugar in them. Sugar in them. Oh, oh, oh. Wij zijn weer thuis en we hebben nog veel meer aankopen gedaan. En die gaan we jullie ook laten zien. I don't know. Oké. Hij gaat aan de slag met eigen groenten. Want hij had dus in Portugal in de tuin van zijn vader allemaal groententuin. Nou ja, jullie hebben het gezien toen we daar waren. En dat hield hij allemaal bij en dat miste hij heel erg. Dus toen zag hij dit. En dit is een mini komkommer en cherry tomaten. En dan hebben we ook nog een... Hoe noem je dat? Hoe noem je dit? Propagator? Nou ja, een... Kweek iets. Kweektuintje. Kweekkas. Kweekkas. Nou komen we in de buurt. Met tijm, bieslook, basilicum, dille, rozemarijn en rucola. En dan kleine potjes erbij. Het was mijn camera leeg. 2 seconden. Nog steeds een van de betere aankopen in mijn leven. Extra batterij. Nieuwe Nivea. Die was op. Nieuwe... zakken, kaarsen. Dit keer een beetje een... Het is meer een bruin tintje dan de grijs die we hadden. 2 stuks. Dit knippertje. Het is een soort van... Ja, hoe zullen we het noemen? Het is wel een nagelschaartje, maar dan een iets dikkere. Waar je ook... En je kan ook goed je nagelriemen ermee bijhouden.
weet dat ME, waar ik me naast zat, deed, die had hij ook. En ik wist dat een beetje in mijn leven. We hebben een maskertje gekocht. We gaan vandaag maskertijd doen. Hij heeft een face sheet mask met guacamole. Vegan. Oh oh. En ik heb een gold mask. En die is speciaal voor de droge huid. En has a calming and soothing effect. Helps to restore dry skin. En hij was goud. En het voelt gewoon. Maar ik was gewoon op zoek naar eentje voor de droge huid. Dit is dan zeg maar de onderkant van die bak. Zo ziet dat er dan uit. Ja, ik ben echt niet van het tuinieren. Ik heb het toen met die Albert Heijn. Hoe heet dat ook alweer? Ja, mini potjes of zo, weet je wel. Een groentetuintje. Heb ik het wel geprobeerd, maar dat ging allemaal helemaal mis. Dan nieuwe bakpapier. Bakpapier. Tijger, waarom moet je altijd zo in de weg lopen? Deze had ik laten zien, de Frosties. En hij heeft nog een zalmwrap meegenomen van de viswinkel. Dan hebben we hier, wat ik van de week zei, de vleeswarenbak. Het is wel met maar drie dingen, maar ik denk ook dat we niet vaak meer dan drie dingen hebben. Dus op zich, dan zal ik er twee kopen, maar volgens mij kun je ze daar niet op elkaar stapelen. Dus wat dat betreft. Nou was maar 2 euro, dus even kijken of het gaat werken. Oven chipjes voor hem. Die zag hij, die wilde hij. Nou, dit is de Zara broek. En dan hebben we alleen nog aan deze kant. Ook voor de bananenplant, die nog steeds in leven is en het ook nog goed doet. Potgrond. Want ja, die heb je wel nodig natuurlijk. Ik ben echt bang dat hij er een rotzooi van gaat maken als hij eraan gaat beginnen. Maar ja, als het hem blij maakt, dan vind ik het eigenlijk wel leuk. Zo, nou. That's it. Are you gonna make your little gardening now? Yes. Yes. Work in progress. Was the soil already in? Ja. Yeah. Ik heb mijn doos, mijn vleeswaren doos ingepakt, maar het was niet echt een succes, want hij zat dus helemaal in elkaar vast. Wacht, hoe kan ik dit goed laten zien? Hier. Ze zaten dus zo erg in elkaar vast, dat toen ik ze van elkaar los trok, toen trok ik hem ook gelijk kapot. Ja, er zit gewoon een scheurtje in, dus het valt op zich wel mee. En het zijn dus maar 2 verdiepingen. Ik dacht dat er 3 waren. Dus ik heb de vleeswaren nu in de grootste. En dan gewoon bovenop elkaar met dan het plasticje er nog tussen. Werkt ook, maar het kwalitatief denk ik niet de beste vleeswarendoos die je kunt kopen. Maar het ziet er in ieder geval al leuk uit. En ik ga hem. Even kijken hoor. Hier stond hij. Nou, ik word er blij van. Het is echt alweer een rotzooi in die koelkast, zeg. Welke eieren zijn oud? Deze. Hoppa. Ach ja, maakt mij het uit. Hoppa, 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 hoppa. Mijn lieve kleine bananenplant krijgt een groter potje. Het waren maar 2 blaadjes, hè. En nu is de 5e al onderweg. Dus ik kan zeggen, ik ben een goede bananenplantkweker. Potgrond. Hij speelt een spelletje met zijn broer. Ja, dat punt trouwens kort. En ondertussen chatten ze met elkaar. Sorry. En ik vind het echt heel cute. Toen met Jennifer hier. En we zitten onder de deken, want we hadden het koud. Tjellien, bro. Ik snap er ook niet van. Is ook maar toch, joh. Soms gaan ze ineens heel hard schreeuwen. Sophie, dat is mijn potarek hebben over die grafwarmte ze vallen. Dat is net mooi, hè? Ik hoorde mijn naam. Oh, pot. Ik kijk ondertussen Temptation Island, aangezien hij Portugees... Aangezien hij Portugees praat, mag ik Nederlands praten? Kijken. Met gast. Nieuwe kaarsjes aan. Ik heb nog geen avondeten op en het is heel laat, maar we hebben pas om 4 uur die kibbeling op. Maar ik ga wel een broodje maken, gewoon denk ik. Dank voor. Wat jij doet. I'm golden. I'm the golden girl. Check dit. Check it. I'm just a ghost. Guy. Yes, I don't know how to use this. Wait, let me see. What? It's double. Ah! There. That's in your front head. Oh shit. Maybe we should do it in front of the mirror.
Next time. Hij is wel mooi van kleur. Niet dat het effect heeft op hoe goed hij het doet. Zo, nu kan ik ook een beetje ademen. Beautiful. Ik lig op bed te wachten tot hij er ook bij komt. Maar ik ga de vlog wel vast afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.